Ik vind het echt belachelijk, want dit is juist het leukste stukje van dit bos met die hertjes. Ja. Het wordt een uitsterfbeleid, ja. Maar daar hebben we heel lang de tijd voor, want een hert wordt tot 15 tot 20 jaar oud, in de gevangenschap zelfs 25 jaar oud. Dus eerst komende 10, 15 jaar hebben we hier zeker nog wel herten lopen. U vindt het jammer? Ja, het is zonde. Zoveel mensen hebben er plezier aan. Ja. Het is zonde en het is volstrekt niet duidelijk, wat, bij mij in ieder geval, waarom. Ik dacht dat, dat ze eerst uit mochten blijven tot ze uitsterven en dat er dan geen nieuwe meer komen. Je hebt het helemaal goed. Echt? Dus dat, het, dat ze wel mogen blijven. En waarom mogen er geen wilde dieren? Ja, het is wij zijn toch ook wilde mensen? Ja. Omdat hij is gemonitord op zijn gedrag. Het blijft een vluchtdier. En hij heeft een klasse F gekregen. En hij is in principe best wel gevaarlijk. Kan niet gevaarlijk zijn voor de mens. Dus, wanneer is dat nou misgegaan bij die mensen dan? Hoeveel keer is dat misgegaan om in heel Nederland alle hertenkampen te sluiten? Ja, daar zou ik geen antwoord op hebben. Hoe vaak het mis is gegaan. Maar het kan goed misgaan. Ze kunnen echt hoog springen, ze kunnen mensen goed verwonden. En, dat geloof ik direct, dus, dat kan. Maar ik weet niet of u dat wel eens gezien heeft. Twee geitjes die met elkaar spelen, die dan met die koppen tegen elkaar aanslaan. Mm-hmm. Nou, dat is gevaarlijk voor kleine kinderen. Daar mogen de kinderen bij. Bij die herten mogen de kinderen niet eens bij. Ja, het mannetje is verleden jaar helaas overleden. En we hebben gekozen voor geen nieuwe man. Omdat we eigenlijk dit al aanzagen komen tot van de positieflijst afgaan. En, dus wij hebben wel besloten om niet een nieuwe man aan te schaffen. En al die vrouwtjes die dan de hele tijd broed zijn, dat is gewoon mishandeling. Ja. Dat is zo. Je hebt toch ook een behoeftes? We vinden het echt belachelijk. Ja, we vinden het heel belachelijk. Ze doen wat in het water. Ja. Dank. Zouden ze bij mensen ook moeten doen? Ja. Nou, dat sowieso. Ja.